Nationale Molendag 2020 gaat niet door. In het weekend van 9 en 10 mei zullen de molens in Nederland niet geopend zijn voor publiek. Dit is voor het eerst sinds het jaarlijkse landelijke molenevenement in het leven werd geroepen in 1973 door vereniging De Hollandse Molen. Ook Miniwold Rotterdam heeft een nauwe band met molens. Niet in de laatste plaats omdat directeur van Miniwold Mark van Buren in zijn vrije tijd ook vrijwillig molenaar is. Daarom willen we in deze video enerzijds speciale aandacht vragen voor het belang van het behoud van molens en anderzijds alle vrijwillig molenaars in Nederland een hart onder de riem steken. We zouden het leuk vinden als je deze video een like geeft en deze video deelt met je vrienden. Als we dit jaar niet op bezoek kunnen bij molens in het groot en onze miniatuurmolens in het klein, dan brengen wij het verhaal van deze molens bij jullie thuis. Molenaar Mark neemt jullie mee naar zijn eigen molen in Oostvoorne. Directrice Nicole Bakker van vereniging De Hollandse Molen spreekt jullie toe over het belang van haar organisatie. En we nemen je natuurlijk mee langs de maar liefst 23 miniatuurmolens in onze miniatuurwereld. Zo kunnen we jullie toch kennis laten maken met molens en het ambacht van de molenaar. Molens zijn een onderdeel van ons Nederlands cultureel erfgoed. En dat is in onze miniatuurwereld niet anders. Als eerste gaan we kort in op de historie van molens en wat ze hebben betekend voor de vorming van Nederland zoals we dat nu kennen. Vanaf de 11e eeuw begon men windkracht te gebruiken in het vlakke westen van Nederland en ontstonden de windmolens zoals we die vandaag de dag nog steeds kennen. Het begon met de korenmolen. Vanaf de 13e eeuw groeide de Nederlandse bevolking snel en werd de vraag naar graan steeds groter. Ook kwam men erachter dat je de windkracht ook voor andere doeleinden kon gebruiken dan alleen maar het malen van koren. Nederland is grotendeels vlak en ligt vaak lager dan de zee, waardoor grote stukken grond drassig waren. Om hier te kunnen wonen en gewassen te kunnen verbouwen, moest je deze grond droog maken. In de loop der eeuwen ontstonden polders, waarbij de waterstand door mensen werd beheerd. Ook in onze miniatuurwereld kan je dit zien aan het verschil in waterniveaus in ons poldergebied. Vanaf 1400 werden hiervoor de zogenaamde poldermolens ingezet. Met deze techniek werd het mogelijk om drassige gebieden en kleinere meren droog te maken. Vooral door de winning van turf in veengebieden ontstonden telkens weer nieuwe drassige meertjes en later zelfs grote veenmeren. Na de nodige verbeteringen in de techniek was het vanaf de 17e eeuw met deze nieuwe generatie poldermolens mogelijk om zelfs deze grote meren droog te malen, zoals de Beemster, de Schermer en de Heer Rugewaard. Dit werden droogmakerijen genoemd. Maar ook daarbuiten stond de ontwikkeling niet stil. In de 17e en de 18e eeuw ontstonden bij zowel grote als kleine steden industriegebieden. Windkracht was toen nog de belangrijkste energiebron. Dus dit betekende een enorme groep molens bij elkaar die eenvoudig te bereiken waren via het water. Ze zaagden hout voor huizen en de schepen, ze stampten oliehoudende zaden voor de lampenolie of ze vermaalden kleurstoffen voor verf. Molens waren dus enerzijds voor watermanagement absoluut onmisbaar en ze hebben de basis gelegd voor de hedendaagse industrie van ons land. En dit was zo tot aan het begin van de 20e eeuw. Door de uitvinding van de stoommachine, dieselmotor en de elektrische motoren werden molens steeds minder gebruikt. Ze raakten zelfs in verval en werden vaak afgebroken en ook heel vaak brandden ze af. In de laatste 100 jaar zijn zeker 9000 molens verdwenen. In 1923 werd er een vereniging opgericht tot behoud van de molens in Nederland, de Hollandse Molen. Deze vereniging nam het toen vooral op voor molens waar nog mee werd gewerkt. Vanaf dat moment gingen steeds meer mensen inzien dat molens bij Nederland horen en niet mogen verdwijnen. Dan gaan we nu even over naar directrice van de Hollandse Molen, Nicole Bakker. Hallo, ik ben Nicole Bakker, directeur van de Hollandse Molen, de molenorganisatie van Nederland. Net als bij miniatuurmolens is er ook voor grote molens veel nodig om ze in stand te houden. Al bijna 100 jaar zet de Hollandse Molen zich in voor het molenbehoud van Nederland. Dit doen we onder andere door het organiseren van Nationale Molendag en de Molenprijs. Ook maken we educatieve materialen. Kijk voor meer informatie op molens.nl.
Ook behartigen we de belangen van molens bij de landelijke overheid. En is er een molenfonds waarin we zoveel mogelijk geld verzamelen voor restauratie en groot onderhoud. Wilt u daar meer van weten? Kijk op molenfonds.nl. Molens, prachtige monumenten. We blijven ons inzetten om ze te behouden voor de toekomst. En dan nu terug naar de miniatuurmolens van Miniworld. Dankjewel Nicole Bakker van de Hollandse Molen. Voordat we naar de molens van Miniworld Rotterdam gaan, gaan we eerst eens kijken bij een echte molen. Om je een korte introductie te geven, neemt directeur van Miniworld Mark van Buren jullie mee naar de molen van Oostvoorne waar hij vrijwillig molenaar is. Om zoveel mogelijk energie uit de wind te kunnen halen, moeten de wieken van de molen loodrecht op de wind gezet worden. Hiervoor moeten we de kap van de molen gaan draaien, net zo lang tot deze op de wind staat. Hiervoor gebruiken we het kruiwiel. We leggen de kruiketting om een kruipaal in de richting waarheen we de molenkap willen draaien. Zodra we aan het kruiwiel draaien, rolt de ketting zich op en trek je de molenkap om via de staart. Dit is een pittig stukje handwerk en het is best zwaar. Soms moet je de molen wel eens 180 graden draaien om deze op de wind te zetten. En dan ben je er wel even klaar mee. Zodra we klaar zijn met kruien is het tijd voor veiligheid. Dit is een heel belangrijk onderdeel van het molenaarschap. De draaiende wieken, die we ook wel het gevlucht noemen, horen flink te draaien, maar hier moet je wel uit de buurt blijven. Daarom plaatsen we aan weerszijden van het gevlucht een afrastering. Bij de molen van Oostvoorne zijn dit metalen palen en kettingen. En een extra bordje waar we nog eens even extra uitleggen waarom je niet voorbij deze afrastering mag komen. Als de afrastering staat, dan kunnen we de molen gaan opzeilen. Als het hard waait, span je weinig of geen zeil over de wieken. Waait het minder hard, dan span je meer zeil in. Vandaag waait het niet hard, zelfs heel weinig, dus vandaag gaan er 4 volle zeilen op het gevlucht. De zeilen zitten geklemd achter de zeilklampen langs de wiek en vastgeknoopt op het hekwerk met de onderhoektouwen. Je haalt deze touwen los en je haalt het zeil achter de klampen vandaan. Je loopt om de roede heen en legt het zeil aan de voorkant van het hekwerk. We rollen het zeil een klein beetje af. En dan zal je in de wiek moeten klimmen om de lussen van de zeilen om de zogenaamde kikkers heen te leggen op de roeders. Je moet geen hoogtevrees hebben, maar daarbovenin heb je vaak wel een prachtig uitzicht over de omgeving. Zodra je boven bent, leg je de bovenste lus om de bovenste kikker. En zo klim je lus voor lus weer naar beneden. Zodra je weer op de grond staat, gaan we de touwen van het zeil vastzetten op het hekwerk. Elk touw van het zeil moet je natuurlijk goed vastzetten, maar wel zo dat je het ook weer snel los kan halen in geval van een noodgeval. Als eerste zet je het rechteronderhoektouw vast op de onderste heklat. Je rolt dan het zeil af terwijl je het linkeronderhoektouw vasthoudt. Bij het afrollen van het zeil komen de 3 zogenaamde zwichtlijnen tevoorschijn. Met deze lijnen span je het zeil strak op het hekwerk. Met de zwichtlijnen in je hand loop je om de wiek heen naar de achterkant van het hekwerk. Op de latten aan de achterkant zet je de zwichtlijnen vast. En dat doe je met een speciale molenaarsknoop. Deze knoop zit ontzettend goed vast, zodat een zwichtlijn niet zomaar los zal gaan. Maar stel dat er een noodgeval is, dan kan je deze heel makkelijk lostrekken en de molen snel afzeilen. Als laatste zet je het linkeronderhoektouw vast. Nog even een snelle inspectie of het zeil en alle touwen echt goed zitten en dan zit je volle zeil erop. En dit hele proces doe je bij alle 4 de wieken, dus nog 3 te gaan. Afhankelijk van de hoeveelheid wind kan je verschillende zeilvoeringen voorleggen. Er zijn 6 verschillende zeilvoeringen, namelijk een vol zeil, een duikertje, een lange halve, een halve, een hoge lijn en een stormwind. En dan heb je ook nog blote benen, dat is draaien zonder zeil.
Onderdeel van het ambacht van de molenaar is beoordelen welke zeilvoering bij jouw molen onder welke weersomstandigheden en bij welke werkzaamheden het beste werkt. Als je ook daadwerkelijk wil malen met je molen, zal je werktuig extra energie nodig hebben uit de wind, waardoor je meer zeil nodig hebt dan als je onbalans draait. En ook belangrijk om te weten is dat de molen natuurlijk een rem heeft. Alleen, dat heet geen rem. De rem van de molen heet de vang. Deze bedien je met de wipstok die achter uit de molen steekt. Tenminste, dat is zo bij de molen van Osvoorne. Er zijn ook andere vangsystemen. Je trekt het vangtouw omlaag om de vang te lichten. Daarna gaat de molen draaien. Als je de molen wil stoppen, vang je de molen door het touw te laten vieren. En hierdoor remt de molen af. Hoe dit systeem exact werkt is een lang verhaal. Dit moet je maar eens gaan vragen bij jouw lokale molenaar. Die zal het je vast met veel plezier willen uitleggen. Zodra je alle veiligheidsmaatregelen hebt genomen en je hebt de molen helemaal opgezeild, dan kan je echt gaan draaien. Zeker met dit mooie weer is het dan heerlijk om de molen te horen en zien draaien. En dan nu terug naar de molens in onze miniatuurwereld. Op dit moment staan er nog 1200 molens in Nederland. In onze miniatuurwereld staan er op dit moment 23 molens. Van bijna elk type dat ook in het groot bestaat, hebben we er één in miniatuur. Denk aan de standaardmolen, de wipmolen, de stenen grondzeiler, de stellingmolen en diverse industriemolens. En natuurlijk is een deel van onze polder gewijd aan Kinderdijk. We maken een rondje langs de meest bijzondere molens in onze miniatuurwereld en we starten bij de standaardmolen van Lekkenzeil. Deze lijkt verdacht veel op molen Het Vliegend Hert in Brielen. Ook daar staat een zwarte standaardmolen waar nu nog steeds op ambachtelijke wijze meel wordt gemalen. Een stukje verder in Lekkenzeil staat een prachtige stellingmolen, bijna recht tegenover Hotel de Wereld. De plek waar 5 mei 1945 werd onderhandeld over de capitulatievoorwaarden van de Duitse bezetter. Deze museummolen maalt niet meer actief meel, maar is wekelijks geopend voor het publiek. Dan reizen we door naar onze polders. Het kan niet missen dat je hier een poldermolen vindt. Molens die het water uit de polders pompen naar het hoger gelegen niveau van de boezems. Bij ons dorpje Sluishoek treffen we aan de rand van het dorp een wipmolen aan. Een wipmolen wordt zo genoemd omdat het bovenhuis en de staart tijdens het draaien de neiging hebben om op en neer te wippen. Een klein stukje verderop staat de korenmolen van Sluishoek. Deze stellingmolen is nog volop actief als maalbedrijf en is nog dagelijks in bedrijf. Zoals je kan zien aan de bedrijvigheid onderaan de molen. Aan de andere kant van Sluishoek staan een aantal industriemolens. Je kan een industriemolen vaak herkennen aan het bedrijfsgebouw met daarbovenop de molen. In dit onderstaande gebouw bevond zich een complexe set werktuigen die stukken groter waren dan maalkoppels of een scheprad. Industriemolens hadden allerlei functies. Denk hierbij aan een zaagmolen, een oliemolen, een papiermolen, verfmolen enzovoort. De molen op het gebouw levert de energie voor het aandrijven van de vele verschillende onderdelen in het gebouw eronder. Zoals bijvoorbeeld wielen, tandwielen, kantstenen, zaagramen, wentelassen, krukassen, stampers en nog vele andere. Een van de meest bekende nog overgebleven verzamelingen industriemolens vind je bij de Zaanse Schans in de gemeente Zaanstad. Hier vind je nog 8 historische industriemolens aan het water van de Zaan. Dan komen we bij ons Kinderdijk in miniatuur. Hier vind je een hele rij molens met als functie het pompen van water vanuit de polders naar de boezems. Bij ons staan een aantal houten 8-kantige grondzeilers. En een grondzeiler is een windmolen die vanaf de grond kan worden bediend. In het Kinderrijk in het Groot staan 19 molens in het noordwesten van de Alblasserwaard. Sinds 1997 staan deze op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En het gebied is tevens beschermd dorpsgezicht. Vlakbij onze stad Hoogburgt staat de Trouwe Wachter. Deze wipmolen ten oosten van het dorpje Tienhoven in de provincie Utrecht uit 1832 is een rijksmonument. De molen heeft de naam de Trouwe Wachter sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze naam is te danken aan de rol die de molen voor onderduikers heeft gespeeld.
De toenmalige molenaar gaf door middel van de diverse wiekenstanden signalen door aan het verzet. Ook het molenerf hebben we grotendeels nagebouwd op dit kavel. In het centrum van Hoogburg staat nog een stellingmolen vergelijkbaar met de molens in Schiedam. En aan het einde van het moderne industriegebied van Hoogburg staat nog een oude industriemolen die herinnert aan het verleden rond 1850, toen dit industriegebied er nog heel anders uitzag. Vandaag de dag is deze molen in gebruik als pannenkoekenrestaurant. We reizen door naar Rotterdam en Miniatuur, waar we in het historische stadsdeel een stellingmolen aantreffen die geïnspireerd is door Delfshaven. Als laatste willen we de bijzondere Kralingse molens de Lelie en de Ster laten zien, aan de rand van de Kralingse Plas en grenzend aan het Kralingse Bos. Deze zijn gebouwd voor het maken van snuiftabak en het malen van specerijen. Daarom worden ze ook wel snuif- en specerijenmolens genoemd. Snuif- en specerijenmolens waren vroeger alleen te vinden bij de grote havensteden Rotterdam en Amsterdam, dicht bij de plek waar tabak en specerijen aangevoerd werden. In totaal hebben er enkele tientallen in Nederland gestaan, maar nu zijn alleen de Ster en de Lelie nog over. De molens zijn daarmee uniek in Nederland. De Lelie is de oudste van de twee molens en is gebouwd rond 1777. De Ster is de derde molen op deze plek. De twee voorgangers zijn afgebrand. De laatste keer was in 1962. Gelukkig is de molen telkens weer herbouwd. De Ster en de Lelie zijn nu ingericht als museummolens. Er worden nog steeds regelmatig op windkracht specerijen gemalen en de oude maalwerktuigen in de molen en ook het maken van het snuiftabak wordt nog steeds af en toe gedemonstreerd. De molens zijn 2 tot 3 dagen in de week geopend en kunnen dan bezichtigd worden. De molenaars leiden u graag rond. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze virtuele Nationale Molendag in miniatuur. Ook bij Miniwild dragen we graag bij aan het in stand houden van ons cultureel erfgoed. En molens zijn in onze miniatuurwereld een van de cultuurhistorische thema's waarmee we de geschiedenis van Nederland op een leuke en leerzame manier hopen te kunnen overbrengen. En belangrijk om hierbij te vermelden is dat de miniatuurmolens eigendom zijn van een stichting, net als in het groot vaak het geval is. In ons geval is dat de stichting Meemaken in Miniatuur. Een van de doelstellingen van deze stichting is het inzetten van modellen, miniaturen en maquettes voor het verhogen van het cultureel historisch besef in Nederland. Het visualiseren van de molens in Miniworld past precies in deze doelstelling. En natuurlijk willen we je oproepen om eens een bezoek te gaan brengen aan jouw lokale molen. De molenaar kan je ongetwijfeld hele mooie verhalen vertellen over de molen en het verleden. Bedankt voor het kijken en we zouden het leuk vinden als je ons een like geeft en deze video deelt met je vrienden. Tot de volgende aflevering en tot ziens bij Miniworld Rotterdam.